Nationale Assemblée heeft commissievoorzitter Melvin Bova zijn betoog gehouden omtrent de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de wet houdende de regels voor verkiezing van de leden voor de volksvertegenwoordigende lichamen in Suriname kiesregeling en de ontwerpwet houdende nadere wijziging van het decreet politieke organisaties. Met de behandeling van deze twee ontwerpwetten zullen fundamentele vraagstukken, democratische vraagstukken, worden benaderd met het oog op verbeteren en versterken van ons kiesstelsel. Zoals ik eerder in de openbare commissievergadering heb aangegeven, heeft de commissie van rapporteurs enkele actoren uitgenodigd en gehoord om van gedachten te wisselen omtrent diverse aspecten de onderhavige wet rakende. Onder deze te noemen de presidentiële commissie, evaluatie kiesstelsel, het onafhankelijk kiesbureau, het centraal hoofdstembureau en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Vanuit de verschillende disciplines zijn tevens adviezen en voorstellen aangedragen ten aanzien van deze wetsontwerpen. Ook is er relevante documentatie naast het presidentieel rapport met de voorstellen van vrijwel alle politieke partijen opgevraagd en bestudeerd. Het mogen duidelijk zijn dat de commissie van rapporteurs onder mijn leiding met deze werkwijze alles in het werk heeft gesteld om de meest relevante deskundige personen, functionarissen en instituten te betrekken bij de voorbereiding van deze zeer belangrijke wetsontwerpen. Tijdens de openbare commissievergadering OCV ben ik tevens breedvoerig hierop ingegaan. Voorzitter, desondanks wil ik wederom gebruik maken van de gelegenheid om namens de commissie van rapporteurs, de deskundigen en de verschillende externe actoren dank te zetten, te zeggen voor hun inzet, advies en bijdrage in deze. In mijn betoog, voorzitter, zal ik de nadruk leggen op de noodzaak voor het wijzigen van onderhavige ontwerpwetten, zowel op maatschappelijk als politiek gebied en uiteraard zal ik aangeven wat het belang is voor Suriname en het Surinaams volk. En zal ik vervolgens afsluiten met wat vragen en aandachtspunten. Voorzitter, een kiessysteem of kiesstelsel is de wijze waarop verkiezingen van de volksvertegenwoordiging georganiseerd zijn. Het gehanteerde kiessysteem is van grote invloed op de wijze waarop een land bestuurd wordt. De wijze waarop de volksvertegenwoordiger wordt gekozen noemen we het kiesstelsel slash de kiesregeling. Dit stelsel is mede bepalend voor het type volksvertegenwoordiging en het type bestuur en de wijze waarop dat in een land gekozen wordt. In dit kader dient de Grondwet van de Republiek Suriname als belangrijke wegwijzer en de kiesregeling behoort ook zoveel als mogelijk in overeenstemming te zijn daarmee. Dit staat ook duidelijk verwoord in de Grondwet. Met name artikel 52, ik citeer, de politieke macht berust bij het volk en wordt uitgeoefend in overeenstemming met de grondwet. De politieke democratie kenmerkt zich door participatie en representatie van het Surinaams volk, welke tot uitdrukking komen door deelname van het volk aan het vaststellen van een democratisch politiek stelsel, alsmede door deelname in wetgeving en bestuur gericht de handhaving en uitbouwen van dit stelsel. Voorzitter, het kiesstelsel is van grote invloed, zoals ik aangaf, op de wijze van verkiezing van de leden van de volksvertegenwoordigende lichamen en de wijze van bestuur. Op grond hiervan wens ik verder nog twee belangrijke zaken uit de grondwet van de Republiek Suriname te benadrukken. Ik citeer uit de preambule. Wij, het volk van Suriname, geïnspireerd door de liefde van het land en het geloof in de kracht van de Allerhoogste en geleid door de eeuwenlange strijd van ons volk tegen het kolonialisme, welke werd beëindigd met de vestiging van de Republiek Suriname op 25 november 1975, overtuigd van onze plicht de principes van vrijheid, gelijkheid en democratie
alsmede de fundamentele rechten en vrijheden van de mens te eerbiedigen en te waarborgen. Bezield door de beleving van het burgerschap en participatie bij de opbouw, de uitbouw en instandhouding van een sociaal rechtvaardige samenleving. Einde citaat. Voorzitter, het is dus duidelijk dat waarborging van de democratie en het instandhouden van een sociaal rechtvaardige samenleving van eminent belang zijn. In dit kader dient elke wijziging van de grondwet, ons kiesrecht of de kiesregeling tot doel te hebben het versterken van de democratie en de vrije keus voor onze samenleving. Democratie vaart wel bij een hoge mate van participatie, maar we merken dat in de praktijk niet altijd even vlot verloopt. Dan neem ik de huidige parlementsverkiezingen als voorbeeld, waarbij ongeveer een kwart van de stemgerechtigden, sometimes more, sometimes less, niet naar de stembus gaan om verschillende redenen. Natuurlijk moet daar genoegzaam onderzocht worden wat de reden zijn, maar een kwart. In sommige landen even more, 40%, 50%. Vandaar dat het noodzakelijk wordt geacht dat onze democratische systemen voortdurend worden geëvalueerd en waar nodig worden gewijzigd ter verbetering van de situatie. Ik blijf benadrukken dat dit alles uitputtende inzet vergt van de kiezers, zowel van de gekozenen. Het democratisch karakter en de cultuur van onze samenleving maakt dit tot meer dan een vereiste. Vermeldenswaard is wel dat Suriname op de democratie-index van 2018 op de 49ste plaats staat met een overall van 6,98 punt, bijna 7 punt. In 2017 stonden we op de 50ste plaats, dus één plaats lager, met een score van 6,76. Dus een kleine sprong vooruit. Niet alleen in bestrijding van corruptie, maar ook in het verder versterken van de democratie zien we dus dat er stappen vooruit worden gezet. Ook op regionaal gebied is er enig vooruitgang geboekt, waarbij Suriname momenteel op de 8ste plaats staat van waar wij komen, de 9e plaats in 2018. Dit wel uit de lijst van 165 onafhankelijke staten. Hierbij kunnen we dus voorzichtig concluderen dat Suriname op een redelijk goede weg is voor wat de democratie betreft. En ik denk dat we met de behandeling en de verdere bestudering, straks goedkeuring van deze wetten, stappen vooruit zullen en kunnen zetten. Voorzitter, echter hebben velen in de loop der jaren over het kiesstelsel gesproken. Er is nagedacht, er is gediscussieerd. Dit omdat elke Surinamer, en zeker wij die gekozen zijn, de verantwoordelijkheid hebben om voortdurend te blijven streven naar een rechtvaardig kiesstelsel waarmee we ons steeds verder kunnen verenigen. Het is en blijft overeen dat er nog tal van onvolkomenheden zijn in ons kiesstelsel die weggenomen moeten worden en vroeg of laat moeten worden aangepakt. Mede op grond hiervan is dus in 2015 en de commentaren, de verschillende aanzetten die daardoor zijn gedaan door verschillende politieke partijen hier in de zaal en ook buitenparlementair en maatschappelijke groeperingen, door de regering dit als aanleiding genomen, een werkgroep, een presidentiële commissie is ingesteld om dus de gevoelens, de aspiraties, de wensen, de behoeften, de bezwaren op het kiesstelsel, om die te evalueren en de voorstellen voor de verdere verbetering daartoe te presenteren. Wat ons heeft gebracht op het punt waar we nu zijn. Op grond hiervan juich ik het ten eerste toe dat de Nationale Assemblée invulling geeft door aanvang te maken, door in feite voor te gaan met de openbare behandeling van deze twee zeer belangrijke ontwerpwetten. Voorzitter, het huidige kiesstelsel dateert uit 1987 en vindt zijn wettelijke grondslag in hoofdstuk 9 van de Surinaamse grondwet en is gebaseerd op de beginselen
voor democratische staatsordening zoals vastgelegd in hoofdstuk 9 van de grondwet. Vermeldenswaard is dat er tussen 1987 tot heden, dus in ruim 30 jaar tijd, geen verandering is gekomen in het kiesstelsel van 1987. In feite geen, moet zijn, minimale aanpassing, want in 2005 en 2010 hebben we dat inderdaad gezien. Intussen, ja, hier staat fundamentele, geen fundamentele verandering. Intussen hebben zich ook heel wat demografische verschuivingen voltrokken in de verschillende districten. Een kiesstelsel is, voorzitter, zoals we dat kunnen bevroeden, niet statisch. In feite absoluut niet statisch. Het behoort niet statisch te zijn. En het moet regelmatig worden geëvalueerd. Dus na bijkans 30 jaar, 1987, 2017, is het meer dan redelijk en billig om het huidige kiesstelsel te evalueren en verder aan te scherpen voor een rechtvaardiger en sterker systeem ten behoeve van voornamelijk de kiezers van ons land. Voorzitter, elk land heeft een eigen politieke democratische beleving en zo ook de wijze waarop daar invulling aan wordt gegeven. In dit kader is het natuurlijk ook raadzaam om na te gaan, om te weten wat er in de rest van de wereld gebeurt en voornamelijk de regio. Hoe gaan zij om met het kiezen van hun vertegenwoordigers? Hoe kiezen zij hun regeringsleider en hoe is hun verdere inrichting van de democratie? Zeker als een jonge democratische staat die tracht positieve veranderingen teweeg te brengen in haar democratisch systeem, zullen we voort moeten gaan in het voortdurend met elkaar praten, samenwerken, nationaal, regionaal, internationaal, ook met de instanties, om ons systeem te versterken. In het internationaal recht zien we dat het kiesrecht vastgelegd is in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, met name artikel 21. De Amerikaanse Verklaring in zaken de rechten en plichten van de mens, artikelen 20 en 32. Het internationaal verdrag in zaken burger- en politieke rechten, artikel 25. En het Inter-Amerikaans verdrag in zaken de rechten van de mens, artikel 23. Natuurlijk een hele hoop huiswerk voor u en voor ons om deze artikelen op te slaan. Maar dat is internationaal het fundament om vorm en inhoud te geven aan wat in ons grondwet verankerd is en verder is geregeld in de vorm van ons kiesstelsel. Suriname heeft de hier genoemde verdragen ook geratificeerd, waardoor de internationale regelgeving op dit gebied ook voor ons land geldig is. Het huidige kiesstelsel, dat dateert uit 1987, dient ook in zekere mate hierop te worden afgestemd.